Je bent weer terug in het theater. Ja, leuk. Na drie jaar, volgens mij. Ja. Eh, vroeger had je de grote shows met Tante S en allemaal poepelig gein. En ja, ja. nu ben je in de kleine zalen met Zo kan het ook. Yes. Wat, wat kan ook zo? Uh, wat ook zo kan is dat je dat altijd dit poeha eromheen niet nodig hebt. Uh, dat je. Dat je al die kostuums en die typetjes niet nodig hebt. Uh, dat, je, dat je gewoon jezelf kan zijn en je eigen verhaal vertelt. Maar dat zo kan het ook, is ook van hoe je naar dingen kijkt in het leven. Uh, weet je, ik kijk er anders naartoe dan toen ik dertig was. Weet je, toen ik 30 was, had ik me voorgenomen dat ik op mijn vijftigste zou stoppen met werken en met Sheila in ons tweede huisje in Monaco zou gaan genieten van het leven. Nou, dat is allemaal niet gelukt sowieso, maar. Je moet er nu al. Nee. Maar ik zou er ook niet aan moeten denken, weet je. Nee. En het is, het is, gewoon ook. Ik begin mensen ook, uh, weet je, ik begin heel vrolijk en heel lief met het programma en, weet je, een beetje makkelijke mensen denken, oké, okay, maar dan langzaam maar zeker breng ik het publiek toch. Ja, naar een punt waarbij ik ze laat nadenken over waar we nu met z'n allen zitten in het leven. En waar we nu zijn in Nederland. En hoe dingen ook anders kunnen. Hoe je anders naar dingen kan kijken. Over de hele racisme-discussie. Dat je daar ja. ook anders naar moet kunnen kijken. Ja. En uh, daar kreeg ik hele mooie, hele mooie reacties op van het publiek. Ja, hoe was het om na drie jaar dan. Op deze manier terug te gaan naar het theater, want dit is veel intiemer. Ja. De kleine zaal, je krijgt er minder snel mensen naartoe. Maar dat zijn hele intieme ervaringen. Hoe, hoe was dat voor jou? Dat nou, ik ernaar... vond het geweldig. Ik, in het begin had ik zoiets van oké, okay, weet je, ik zie het wel. Want ja, je, zei, je bent gewend aan de grote bakken, Nu heb ik nog wel een paar grote bakken ertussen. Maar ik, vind, ik heb gemerkt, die kleine zalen, ook de kleine theaters, het is veel intiemer. Niet alleen maar om met de mensen te spelen, maar ook de mensen die er werken, vaak zijn veel aardiger. Je wordt echt in, ja. in een warm bad kom je terecht. Maar wat ik het belangrijkste vind is dat je veel dichter op de mensen staat en je verhaal vertelt. Je, je, je voelt eigenlijk bijna, je voelt bijna de adem van het publiek. Het wordt bijna één op één gesprek. Het wordt een geanimeerd gesprek. Het is geen voorstelling meer voor mensen. Het is, het is echt gewoon een avond met matties die dan kaarten hebben gekocht. Ja, ja, ja. Uh, gewoon gezellig zitten praten over wat mij dan bezighoudt op dat moment.